Younes, zo, dat was even een tijdje geleden, of niet? Ja, zoals ik net zei bij de andere interview, ik was bijna vergeten hoe dat voelde. Dus ja, het was heerlijk en ook nog die 0-2. Dat we een beetje op het einde een beetje rustig de wedstrijd uit konden spelen. Dus het voelt lekker. Ja. En ook een overwinning voor PEC, dat was ook een tijdje geleden. Ja, klopt. Ja, de laatste paar wedstrijden, thuiswedstrijden hebben we in de laatste minuten weggegeven door Tom Konis tegen te krijgen. En daar hebben we over gesproken. En je ziet vandaag hoe we voor elkaar vechten en hoe stabiel we zijn van achteruit. En dan komt het vanzelf wel. Dan hebben we genoeg kwaliteit voorin om goals te maken. Dus dat was een lekker gevoel. Maar waar haalden jullie dat vertrouwen vandaan? Want als je 3 keer op rij verliest van een directe concurrent, dan kon dat vertrouwen zomaar weg zijn. Ja, maar ja, kijk, dat is voetbal. Soms gaat het eventjes niet, maar je moet gewoon scherp blijven. En ik moet zeggen, de staf is... we hebben goede gesprekken gehad in de selectie en met de staf. En we hebben gewoon besloten om met z'n allen gewoon keihard te werken. En iedereen moet zijn best doen. En dan zie je dat we vandaag toch wel een ploeg lijken die niet de laatste paar wedstrijden hebben verloren. Nee, want vanaf minuut 1 waren jullie de baas op het veld. Ja, klopt. En dat was echt dat was heerlijk. Het voelt ook heerlijk in het veld. Als iedereen gewoon scherp zijn en alles geven. En uiteindelijk zie je dat het toch een 2-0 resulteert. Of 0-2, ja. Sorry. Had je ook niet al heel snel het gevoel van, dit gaan we nooit meer uit handen geven. 1-0 voor tegen 10 man van de Graafschap. En je zat gewoon heel lekker in de wedstrijd. Ja, klopt. Maar dat is juist gevaarlijk. Hè. Als je 1-0 voor staat en speelt tegen 10 man, is het niet altijd makkelijk hoor. Want ze gaan inzakken en ze wachten op fouten. En als je dan, je kan bij wijze van spreken een beetje in slaap vallen met de bal. Omdat je zoveel ruimte heeft. Maar ik denk dat we het vooral na de rust het goed hebben gedaan. En, we hebben de vrije man gevonden elke keer. En, dus uiteindelijk zijn we niet echt naar de problemen gekomen. Kunnen jullie van hieruit nou de stijgende lijn inzetten? Ja, dat moet blijken. We hebben eerder gehad dat wij even dachten dat we zitten er lekker in. Maar we moeten gewoon geconcentreerd blijven. En volgende week is een mooie wedstrijd weer tegen Ajax. Dus dat moet blijken. Maar ik voor mijn gevoel zijn er klaar voor. Tot slot, je was vandaag de aanvoerder. Hoe ben je dat precies geworden? Nou ja, het is een overleg gegaan met Kingsley. De trainer vroeg me of ik dat wilde. Dus ik heb gezegd, zolang dat in overleg is geweest, dan vind ik het goed. Maar het is een mooie ervaring en ik draag het ook met trots. Dus het was lekker. Nou, voor sommige spelers kan het ook een last zijn, hè, zo'n aanvoerdersband. Maar jij scoort meteen weer. Ja, nee, ik vind het geen last hoor. Ik bedoel, verantwoordelijkheid, dat hoort bij een voetbalwereld. Dus ik vind het prima. Je aanvoerdersband mag niet meer afdoen, want je wint meteen weer. Nee, Bram mag hem als hij terug is hoor. Hij blijft nog de aanvoerder. Dus. Nou ja, zolang dat ik hem moet dragen, dan draag ik hem zoals ik zeg met trots. Dus het was lekker. Gefeliciteerd. Dankjewel.